Als u mij vraagt, zou ik de optie kanteltrailer nemen? Dan zou mijn advies altijd zijn. En ook het advies van Beekman Boots. Neem een loopplank. En neem een kanteltrailer. Want anders was Coaster Batier blijven staan. Het afgaande water. In Tourso, nabij Scrapster. Het noordelijkste punt van het eiland Engeland. Vlak bij de Orkney-eilanden. Maar het lijkt allemaal goed te lukken. Yes! En wij doopten haar Batier. Waar is de champagne? De borgpen die hebben we ook nog. Ja, dit is een retro gemonteerde kantelsysteem door de heer Beekman zelf. En ja, mijn advies, in hoeverre ik om advies gevraagd word in deze natuurlijk, deze vakantieachtige, ik zou het gewoon af fabriek laten monteren. Het is weinig geld voor heel veel plezier en snelheid. Nou, we gaan rustig even kijken naar de verschrikkelijke stroom waar Coaster Batier in verzeild is geraakt. Vol gas. Vol gas tegen de rivier in, maar in ieder geval lekker zoet. Dit was Drifter 22 Dulcibella. Drifter 22 Dulcibella. Uit